De Broekpolder ondergaat een metamorfose. Dat is niet voor niets. Een paar jaar geleden dreigde de Broekpolder volgebouwd te worden met huizen. De Vlaardingse bevolking en politiek pikten dit niet. De regionale overheid ging akkoord, maar de kwaliteit van de Broekpolder als natuur- en recreatiegebied moest dan wel verbeterd worden. Betrokken burgers namen het initiatief en richtten de Federatie Broekpolder op. Samen met de politiek zorgden zij ervoor dat het noordwestelijk blad van het Vlaardingse Klavertje 4 groen blijft. De Federatie Broekpolder is een stichting waarin burgers, inwoners van Vlaardingen, zich inzetten voor het behoud en het verder ontwikkelen van de Broekpolder als een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. Die federatie werkt helemaal met vrijwilligers. De bestuurders zijn dat en de mensen die daarbij betrokken zijn ook. In opdracht van de federatie Broekpolder heeft het bureau Stroming het integraal inrichtingsplan Broekpolder ontworpen. Dit plan voorziet in de herinrichting van de Broekpolder en de toekomstige functies daarin. En is in wezen de blauwdruk voor de ontwikkelingen in diezelfde Broekpolder. In het integraal inrichtingsplan Broekpolder staan voorstellen ter verbetering van de cultuur- en natuurwaarde van de Broekpolder. Er zijn 7 voorrangsprojecten vastgesteld. Het eerste is de herinrichting van het natuurkerngebied. Het natuurkerngebied vormt de ecologische verbindingszone van Midden-Delfland met de stad. En vormt een belangrijk deel van die Broekpolder. Het bestaat uit 3 onderdelen. De vernatting van het gebied, waardoor er interessante nieuwe flora en fauna hier terecht zullen gaan komen. Een bosomvorming, dus meer diversiteit in de begroeiing. En als derde de grote grazers, die helpen bij het handhaven van het biologisch evenwicht van het gebied in de toekomst. Het gebied wordt toegankelijk voor personen, wandelaars, maar ook voor de minder valide zullen we zorgen dat dat toegankelijk blijft. En natuurlijk is het zo dat het vooral ook een rustig gebied wordt, dus geen gemotoriseerd verkeer. Jong en oud moeten zich kunnen vermaken in de Broekpolder. Daar waar ouderen vooral van fietsen en wandelen houden, kiezen kinderen voor meer avontuur en beweging. Het tweede voorrangsproject is dan ook het Klauterwoud. We staan hier nu voor het Klauterwoud in aanbouw. En dat is de plek waar we met name kinderen op een leuke, actieve, dynamische manier kennis kunnen maken met de Broekpolder en vooral met de natuur van de Broekpolder. Ze kunnen daar klauteren, slingeren, door water waden en op die manier fysiek lekker bezig zijn. En daar hebben we al wat ervaring mee opgedaan, want samen met de stichting Survival Vlaardingen hebben we een paar keer een proef daarmee genomen. En dat blijkt enorm aan te slaan. Dus een succesnummer voor de toekomst. Het derde voorrangsproject is niet direct zichtbaar in het natuurgebied, maar doet er wel toe. Het is het project Voorzieningen en Verenigingen. Vanuit de Kamer Voorzieningen en Verenigingen proberen we aan 2 dingen aandacht te besteden. Namelijk een goede bereikbaarheid van de Broekpolder, die ook nog eens een keer veilig is. En tegelijkertijd een goed contact tussen alle verenigingen en activiteiten die in die Broekpolder plaatsvinden. Dat vergt coördinatie en daar is de Federatie Broekpolder natuurlijk bij uitstek geschikt voor. De andere 4 voorrangsprojecten zijn het project Broekpolderhaven, het project Natuur BSO, het project Educatief Archeologisch Erf en tot slot het project Kunst en Cultuur. Momenteel zijn we bezig om te kijken hoe we met de projecten omgaan die op dit moment nog niet in uitvoering zijn. Door de ontwikkeling op politiek en vooral economisch gebied hebben die even een stilstand gekregen. Maar dat betekent niet dat van afstel uitstel gaat komen. We houden ze in het vizier en hopen ze in de toekomst, en dat zal iets langer dus gaan duren, toch te gaan realiseren. Bijvoorbeeld gaan we dat proberen te doen door ook combinaties te zoeken. We hebben het archeologisch educatief erf. Nou, dat zou je heel goed kunnen combineren, bijvoorbeeld met dagverblijffuncties in de polder, hè, die bij de andere voorrangsprojecten horen. En op die manier, hè, samen kan je een krachtig vooruit, kan je proberen zo'n project misschien toch redelijk termijn boven water te halen. De herinrichting van de Broekpolder is een fikse klus. De Federatie Broekpolder probeert zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de herinrichting van het prachtige natuurgebied.
De federatie Broekpolder is van en voor de Vlaardingse burger. En die burger proberen we te informeren door middel van onze website en de social media. Maar aan de andere kant willen we ook graag de burger actief erbij betrekken als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij het toezicht houden op de grote grazers of mee te helpen bij de redactie van onze nieuwsbrieven. Noem maar op. Dus iedereen die wil bijdragen, meld je aan bij de federatie Broekpolder.